Hallo iedereen, welkom bij de boekenrubriek van de Fena-meisjes. Jullie zien het, ik ben vandaag alleen. En ik ben deze week weer een nieuw boek bij Boek en Koek gaan halen. Speuren in het bos. Vooral naar leuke diertjes te vinden. En het is eigenlijk een uitdagend zoek, een voorlezenboek. Heel leuk. En je moet zelf daar gaan zoeken naar leuke beestjes. En je komt heel veel te weten nog. Je hebt ook je eigen zak. Ja, echt. En om te gaan zoeken, mag je de schakelaar al aanzetten. Er zijn ook heel veel weetjes over dieren. Maar er komt wel één dingetje voor wat je wel moet onthouden. Hier staat een klein eekhoortje. En er staat... Zoek mij op elke bladzijde. Als je dit eekhoorntje ziet, dan moet je het mij zeker zeggen, want dan ga ik het eens tonen. En nu wil ik graag gaan kijken. Oké. Dit is een eerste pruimte. Jullie zien nog niks. Het is eigenlijk een blaadje dat voor een zwarte achtergrond zit. En als er iets lichts achter komt... Begin je alles te zien. Snap je? Oké, ik zit hier al aan de volgende pagina. Zo, als jullie eens zien. Ik ga voor jullie het zo eens tonen. Hey, ik zie mezelf. Oké. Oh, een mooie koningsvlinder. Heel mooi om te zien. Deze diertjes bestaan wel in het echt ook. Ik vind alles heel erg mooi in dit boek. En hier staan ook leuke weetjes allemaal. Zoals iedereen kan vliegen. En hier allemaal een leuke uitleg. Maar waarom ga je eigenlijk op zoek in dit boek? Ik ga het eens voorlezen. Eik is verdrietig. De dieren in het bos kunnen lopen, vliegen en zwemmen. Waarheen? Ze maar willen. Sommigen kruipen zelfs onder de grond. Maar Eik staat alle tijd maar op dezelfde plek. Hij kan geen kant op. Lukt het de dieren om Eik op te vrolijken? Dat ga jij moeten afhandelen, want dit boek is voor jou. Maar het is ook voor speurneuzen vanaf 3 jaar. Dus als je 3 jaar bent, lees het boek zeker eens. Of kijk eens. En begin maar al te speuren. En liken, abonneren en reageren. Tot de volgende keer. Fena meisjes. Woe!